2,5 jaar geleden gestart met het project Kunst in de Tunnel. Wij hadden het idee de tunnel wat op te knappen met wat leuke kunstschilderingen aan de wanden. Maar uiteindelijk is het uitgegroeid tot een heel groot project. Waarin zoals onder andere Rijkswaterstaat ook een heel groot deel op zich neemt in de renovatie van de tunnel. We zitten dus nu op de Antoniusschool in Mariënheem. Waar de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 samen met vrijwilligers van de schildersclub Mariënheem proberen om hele mooie kunstwerken te maken. De muren worden gemaakt, planken gemaakt en daarna worden de panelen bevestigd waar de batterijspoort op komen met kunst. De vloer die wordt gemaakt alsof het een gedeelte land is, zodat het een gele kleur heeft. En de andere helft wat blauw van het water, zodat aan die kant de uitzicht is op het water. En dat daar ook in de schilderijen de koralen, de vissen te zien zijn. De lichtbakken die worden opgevangen, we krijgen nieuwe verlichting. Dus nu is het nog vrij donker in de tunnel. En deze verlichting wordt dus vervangen door ledverlichting. En ook in de bedrijfspoorten waar dus de kunstwerken van de kinderen in hangen, wordt licht ledverlichting geplaatst. Zodat ook de schilderijen mooi verlicht zijn.